Nederland is een typerend deltaland. We hebben een intensieve landbouw in het land, de tweede wereldexporteur. We hebben een intensieve petrochemische industrie die verbonden is met de logistieke stromen die alles weer te maken heeft met de positie van die delta. We hebben 17 miljoen mensen die wonen in dat kleine gebied, dicht bevolkt dus. En dat leidt ertoe dat de druk op de leefomgeving groot is. Wij van PBL zijn ervoor om die ingewikkelde relatie tussen samenleving en leefomgeving te onderzoeken. En te bekijken hoe we naar de toekomst toe die balans tussen samenleving en leefomgeving kunnen versterken. PBL brengt feiten, analyses en beleidsopties onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. En dat doen we zodat politiek en beleid gebruik kan maken van de nieuwste inzichten bij debat en besluitvorming. Dus eigenlijk kennis voor beleid. We zijn strategisch adviseur van kabinet en Tweede Kamer. Maar ons werk wordt ook gebruikt in de regio's, in het maatschappelijk debat. En we zijn internationaal actief. Ik ben klimaatonderzoeker bij het PBL. En ik kijk onder meer naar de vraag hoeveel je CO2-emissies moet gaan reduceren om de klimaatdoelstellingen van een Parijsakkoord te halen. 2 graden of 1,5 graad. En het eindigt het klimaat niet bij de grens. Dus we kijken onder meer naar hoe het Nederlands klimaatbeleid bijdraagt aan het internationale klimaatbeleid. Maar ook hoe het internationale klimaatbeleid betekenis heeft voor Nederland. Nou, dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat proberen we samen met internationale organisaties te doen. Waaronder ook het VN-klimaatpanel, het IPCC. En daar wordt onze bijdrage ook zeer gewaardeerd. Ik houd me ook bezig met klimaat en energie, maar richt me daarbij juist wel op Nederland. Ik onderzoek bijvoorbeeld de mogelijkheden om te komen tot meer energiebesparing in Nederland of meer productie van hernieuwbare energie. En wat het kost of wat het oplevert. En ik onderzoek ook wat de mogelijkheden zijn voor de overheid om via beleid burgers en bedrijven te bewegen tot het maken van andere, duurzamere keuzes. We zien dat de afgelopen decennia de steden juist de belangrijke motoren van economische groei zijn geworden. Daardoor zijn de verschillen tussen stad en platteland in economisch opzicht groter geworden. Maar we zien ook vooral dat niet elke stad een winnaar is. We zien grote verschillen in groeipaden tussen steden. En dat betekent bijvoorbeeld dat Amsterdam en Utrecht en Eindhoven hard groeien en steden meer in de periferie van Nederland juist minder hard. En dat heeft alles te maken met de hoogopgeleide en de hoogbetaalde banen die juist in die succesvolle steden bij elkaar clusteren. We zijn momenteel ook bezig met de circulaire economie. Dat is een onderwerp dat nationaal en internationaal hoog op de agenda staat. En het gaat daarbij om de vraag hoe je grondstoffen optimaal kunt inzetten en kunt hergebruiken in plaats van opgebruiken of weggooien. En voor de ministeries in Nederland die zich bezighouden met economie en milieu zoeken we nu uit wat dat voor de Nederlandse situatie betekent. We proberen beleidsmakers vooral de juiste informatie en vooral de juiste getallen te geven, zodat zij zelf in hun beleid kunnen anticiperen op wat bijvoorbeeld ongelijkheid en regionale verschillen betekenen. Alleen het formuleren van beleidsmaatregelen zien we dat dat steeds interactiever is. Want wij heel veel leren van beleidsmakers zelf en daardoor organiseren we vaak seminars of oploopjes waarbij we met elkaar de getallen en de beleidsmaatregelen met elkaar doordenken. Een mooie staalkaart van voorbeelden van manieren waarop PBL politiek en beleid informeert over beleid voor de leefomgeving. Zo dragen wij ertoe bij dat de balans tussen samenleving en leefomgeving in deze dichtbevolkte delta ook naar de toekomst toe duurzaam kan blijven.